Een nieuwe trend komt op gang, taquacore of simpelweg moslimpunk. Michael Moorhead Knight schreef in 2003 het boek The Taquacores, een verhaal over moslims die hun eigen punkcultuur hebben. Het boek sloeg zo hard aan bij jonge Noord-Amerikaanse moslims dat ze taquacore groepen oprichtten. Een van de eerste groepen was de Comminas, alias The Bastards. Ik bel met Chajahan Khan, de gitarist van de groep, over taquacore en hoe zij het ervaren. Volgens Chajahan Khan van de Comminas was er nood aan zo'n subcultuur om zichzelf te kunnen uitdrukken. In de taquacore vinden zij het juiste evenwicht. I think there was a need for us to express ourselves, and I can only speak for myself. You know, it's not that I grew up in an extremely conservative society. I rebelled, you know, I drank, I smoked pot, I had sex, I did all these things that I thought like a good Muslim wasn't supposed to do. Op verschillende blogs klinkt er toch oneenigheid over taquacore. Sommigen vinden het een belediging, anderen vinden het een openbaring. Het is zeker niet de bedoeling van de band om moslims te beledigen of te shockeren. De subcultuur is voorlopig enkel nog bekend in Noord-Amerika. Daar komt deze zomer verandering in. De Comminas gaan rondtoeren op zoek naar optredens. Hun eerste optreden is in Londen op Meltdown. We'd like to connect with other musicians, bands, and we'd like to hopefully influence people to start bands.